Mijn naam is Sjoerd van Bilzen. Ik leg een vergrootglas op eigenaardigheden van specifieke modellen of praat u bij over bijzondere items op een auto. Welkom bij Sjoerds Weetjes. Ja, zonder twijfel stal de Peugeot E-Legend conceptcar de show tijdens de autosalon van Parijs 2018. Ja, was het door zijn fraaie lijnenspel dat geïnspireerd is op die wereldberoemde Peugeot 504 coupé, of was het gewoon door zijn aankleding? Waarom bouwen autofabrikanten eigenlijk studiemodellen en conceptcars? Deze aflevering van Sjoerds Weetjes ga ik je dat vertellen aan de hand van deze fraaie Franse leeuw. Ja, natuurlijk, autoshow van Parijs. Parijs is Frankrijk. Wie Frankrijk zegt, zegt natuurlijk als een van de autobouwers uiteraard Peugeot. En Peugeot heeft natuurlijk een thuiswedstrijd te spelen en die moeten daar uitpakken. Zij moeten daar laten zien dat zij, zeg maar, de Franse autobouwer zijn. Dat ze moeten opboksen tegen Citroën, DS en Renault. Dat even terzijde, want ook zij zullen natuurlijk uitpakken op die autotentoonstelling. En Peugeot wil zich daar onderscheiden. En dat doe je natuurlijk met een conceptcar, hè, waarover gesproken wordt, die voor reuring zorgt, waar de mensen voor naar jouw stand komen. Maar er is nog iets. Een conceptcar die vertelt een boodschap. Een boodschap voor de toekomst. En dan is het niet het algehele concept van deze auto. Nee, het zijn details. En in dit geval is het niet een coupé. Nee, op dit geval zijn het allemaal elementen die hierin verstopt zitten. En dat begint natuurlijk al bij die naam E-Legend. Legend is natuurlijk een verwijzing naar die beroemde 504 coupé, waarvoor de designafdeling zich liet inspireren voor dit studiemodel. En als we dan kijken naar E-streepje, dan weten we inmiddels dat er een E208 is. Een elektrisch aangedreven Peugeot 208 en die heet dan E208. Op het moment dat deze auto in oktober 2018 werd voorgesteld, bestond die E208 niet. Dus dit gaf al aan de elektrische voertuigen van Peugeot zo in de toekomst E-streepje en dan de naam krijgen, zoals er ook een E2008 komt. Sterker nog, van alle productlijnen komt een elektrische variant. En Legend, dat is natuurlijk een ode aan die 504 coupé die in 2018 exact 50 jaar bestond. Maar hoe begint nou het verhaal van zo'n studiemodel, van zo'n conceptcar? Ja, dat is even een ander verhaal dan dat je een productiemodel gaat uitbrengen. In dit geval, en ik weet het van meerdere fabrikanten, neemt het ongeveer 12 maanden in beslag. Dus aan het einde van de zomer van 2017 begonnen ze bij Peugeot te werken aan dit studiemodel. En hoe gaat het in zijn werk? Nou, ten eerste, je bepaalt wat gaan we doen. Wat willen we aan de consument gaan overbrengen? Welke boodschap willen we gaan vertellen? En daarvoor komen er drie mensen bij elkaar en die zijn afkomstig van de afdeling design, van de afdeling marketing. Marketing natuurlijk, het verhaal wat we in de toekomst willen gaan uitbrengen, wat we willen gaan vertellen. En design, die gaan natuurlijk zeggen welke richting gaat het op met de styling van hun modellen. Ja, en wat wil de marketing dan communiceren aan de wereld? Juist, in welke moeilijke fase de auto-industrie in het algemeen zich op dit moment bevindt. Want waar gaat het naartoe? Wat gaan we krijgen? We gaan natuurlijk naar elektrische voertuigen. We gaan naar voertuigen die autonoom rijden. Die punten, die hebben ze bij Peugeot eruit gelegd. Kijk daarvoor even de video die we hebben gemaakt op de Autoshow van Parijs 2018. Daar vertel je het hele verhaal over de aandrijflijn en over het concept E-Legend. En dan is het in dit geval, heb ik ze al genoemd, elektrische aandrijving. De naam E-Legend geeft al aan dat het een elektrisch aangedreven auto is. Hij heeft bijvoorbeeld een 100 kWh grote accu. Hij heeft twee elektromotoren, eentje op de vooras, eentje op de achteras. Autonoom rijden, dat kan hij natuurlijk. Ja, als we, ja, we kijken zo daar ook wel even erin. Maar het stuur is inmiddels weggetrokken. En dat betekent dus dat hij in de autonoom rijdende functie staat. En het design, ja, dat zijn elementen die we in de toekomst gaan terugzien op meerdere modellen. Maar wie tekent er nou zo'n conceptcar? Er is geen speciale afdeling. Wat ze doen is, er is een afdeling design. Interieur, exterieur
En dan natuurlijk heb je nog Advanced Design. En die mensen, die werken altijd mee aan het maken van zo'n conceptkaart. Dus het is niet zo dat ze daar specifieke designers op hebben zitten. Nee, de mensen die betrokken zijn bij de ontwerpen van een 208 of een 3008 of een 2008, die worden ook hiervoor ingeschakeld. Het begint met 3 mensen. Daarna wordt het team, als eenmaal is bepaald wat de boodschap wordt, wordt vergroot naar een manager of 15. Ja, en als die mensen ermee gaan werken, uiteindelijk, deze auto is tot stand gekomen door 100 personen. En er zit natuurlijk de productie van die auto bij. En weet je wat dan leuk is? Ik mag het helaas niet laten zien, want die achterklep mag niet open. Daar zit namelijk een hele grote computer. Hier achterin staan de namen van alle medewerkers van PSA die aan deze auto hebben meegewerkt. Om dan nog een voorbeeld te geven, hier aan de zijkant zit een plaatje en daar staan dan alle partners op. Want zo'n auto komt niet alleen door de designafdeling en marketingafdeling van een fabrikant tot stand. Nee, ze betrekken er ook partners bij. Ik laat gelijk het interieur zien. Want daar zit een heel mooi voorbeeld in. Let dan even op, hè. Ik ga nu zo dadelijk op deze knop drukken. Dan gaan de deuren, die gaan elektrisch open. Let dan even op dit display, wat daar gaat gebeuren. 3 seconden inhouden. Hey, sluikreclame, hè? Welkom aan boord, Sjoerd Zweetjes. Kijk, die deur is inmiddels elektrisch open gegaan. Je ziet, wat ik net al vertelde, het stuur is weggetrokken in het dashboard. Kijk daarvoor even die video van de Autoshow van Parijs. Daarin demonstreer ik het al. En dan zul je hier zien het plaatje met de partners. En een van die partners, die al heel vroeg bij het project betrokken is, die vervolgens dan wel natuurlijk een geheimhoudingverklaring heeft moeten tekenen, is een leverancier van hout. En dit is echt puur hout wat erin zit. Dat is niet, zeg maar, geverfd of wat dan ook. Of zeg maar een soort van folie. Nee, echt hout. Wat Peugeot doet is, we kijken naar het model. Wat is de, ja, voor de zoveelste keer moet ik het zeggen, boodschap. En hoe willen we dat tot uiting brengen? En vandaar dat er zo'n bedrijf wordt bij betrokken die dan zegt van, nou, wij kunnen dit op een hele fraaie manier, kunnen wij dit vormgeven en maken. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor die bekleding. Kijk, de externe partij die betrokken is voor dat hout, die krijgt ook zeggenschap in het proces. Die zeggen ook, maar luister eens Peugeot-afdeling, dat is technisch niet mogelijk. Waarom doen we het niet zo? En zo krijg je allemaal betrokkenheid, waardoor het project, het totaalproject, eigenlijk een groot samenwerkingsverband wordt met verschillende bedrijven. Vandaar ook die ode aan die toeleveranciers, aan die externe partijen die daarin zitten. Ja, zo'n auto komt op eigenlijk dezelfde manier tot stand als een reguliere auto. De auto wordt vormgegeven, er wordt een 3D-analyse van gemaakt. Daarna wordt er een klein model gemaakt en dan wordt er pas een echt 1-op-1 model gemaakt. Klein model is noodzakelijk om te kijken of die proporties die in de computer staan, of die daadwerkelijk ook wel bij de auto passen. Of die auto niet, zeg maar, te lang gerekt is of te laag of verkeerd op zijn wielen staat. Vandaar dat deze auto op 19 inch lichtmetalen wielen staat. Want dat geeft hem namelijk heel veel body en dat komt hij stoer erover. Want dat was ook een boodschap die deze auto moet uitdragen. Hij moet sportiviteit uitstralen. En dan gaan we naar de bouw van de auto. Want dit is natuurlijk geen normale auto. Dat proces is anders. Vandaar dat de ontwikkeling van zo'n studiemodel slechts 12 maanden in beslag neemt. Terwijl dat het alleen al het ontwerpproces van een productieauto 2 jaar in beslag neemt. Waarom? Omdat die heren en dames, designers, hoeven helemaal geen rekening te houden met veiligheidseisen, met overheidseisen, met eisen die worden gesteld, ja, die zeg maar hun vrijheid beperken. Maar hebben ze dan hier de enorme vrijheid voor? Grotendeels wel. Natuurlijk moeten ze rekening houden met bepaalde kernwaarden van de fabrikant. Want je moet natuurlijk wel tot uiting brengen dat het conceptmodel wat jij uitbrengt, dat het een echte Peugeot is. Kijk, sluit ik even de deur. Kunnen jullie genieten van dat fraaie lijnenspel? Ja, in die designafdeling, dat is leuk, want door zo'n conceptkaart kun je juist nadenken over waar je
in de toekomst naartoe wil met je productieauto's. Vandaar dat dat team dus hetzelfde is. Productieauto's, concept. En niet dat er iemand alleen maar zit te fantaseren over de toekomst, terwijl dat het nooit in de praktijk realiseerbaar is. Wat ik al zei, ze hoeven geen rekening te houden met regelgeving voor deze auto. Bijvoorbeeld, die voorruit krijg je nooit door de keuring heen. Die bumper, die metalen balk die je voorloopt, ook niet. Allemaal details. Kijken we dan even dieper op de conceptcar in. En deze auto heeft niets met een standaard productieauto te maken. Het is een unieke auto. Het is een auto die specifiek is gebouwd als een conceptcar. Ja, en die auto die heeft zijn eigen platform. Er zit geen enkel onderdeel op dat je ook op een productieauto krijgt. We beginnen met de basis. Dat is namelijk een stalen frame met carbon fiber. Daarbovenop hebben ze een carrosserie gebouwd van staal. Die bodypanelen, die je hier allemaal ziet in die, vind ik zelf, hele fraaie, chique kleur, zijn allemaal vervaardigd van carbon fiber. Waarom? Ten eerste, die bodypanelen hoef je maar eenmalig te maken. Van deze auto bestaat er maar één. En daarnaast nog dat klein model wat ik al zei. Dus je moet die vorm, die hoef je maar één keer te maken. Dat kun je doen van carbon fiber. Kost wel heel veel geld. Maar ja, zo'n studiemodel, dat kost miljoenen. Dus je gaat toch al heel veel geld investeren in zo'n auto. Dan hebben we die bodypanelen. Specifiek, hè? Carbon fiber, om die vorm te kunnen geven. Datzelfde geldt voor het glasdeel. Al deze ramen zijn van plexiglas. Waarom? Veel goedkoper dan glas en makkelijker vorm te geven. Plus, wat ze bij Peugeot wilden doen, ze wilden juist deze lijn in de historie van die 504 doortrekken, maar dan in een moderne vorm. Dit had je met glas niet kunnen realiseren. Vandaar dat plexiglas, dan kun je wel die vorm krijgen. Ja, de aandrijflijn. In dit geval elektrische aandrijflijn. Maar die zit in deze auto zit die niet in. Dit is puur een showcase van wat Peugeot kan. Waartoe ze in staat zijn. Die aandrijflijn, 800 Nm aan koppel, 2 elektromotoren, 100 kWh accupakket. Die zit in een echt testmodel. Daar zijn ze op dit moment mee aan het testen. Die hoeft niet hierin te zitten. Wat zit hier dan wel in? Hier zit wel een elektromotor in. Maar dat is puur voor de logistiek van die auto. Ja, want deze auto die komt natuurlijk op een autoshow. En op een autoshow dan moet die natuurlijk verplaatst worden. En hoe doen ze dat dan? Deze auto is radiografisch bestuurbaar. Dan moet je niet denken aan een speelgoedautootje. Nee, deze auto die kun je gewoon met een controller. Ik mag hem niet in beeld brengen. Ik heb hem wel gezien, er zit gewoon zeg maar een soort van automaatfunctie op met neutraal, drive en reverse. En er zit natuurlijk ook op dat je het kan sturen. Deze auto heeft een topsnelheid van 25 km per uur. En waarvoor doen ze dat nou? Nou, je kunt wel die auto rijdend maken, dan investeer je nog meer geld in een conceptcar. Plus, als je erin zit, ja, het is een auto, ik durf niet te zeggen wat die waard is, wat die kost. Maar dit gaat over miljoenen. En je zit in die auto, dan heb je niet het overzicht. Als je nou met die controller die auto van bijvoorbeeld een hele drukke stand, als die op de autoshow van Parijs rijdt, waar allemaal heftrucjes staan, waar de rollen tapijt nog opgestapeld liggen, dan wil je er omheen willen kijken, dan wil je zeker van zijn dat je niet per ongeluk met die uiterst fraaie lichtmetalen wielen net even dat hoekje van de Renault stand raakt. Of dat je tegen een roltapijt aantikt en die dan vervolgens op die kostbare lak met die carbon fiber panelen valt. Ja, dat wil je niet hebben. Dus achterin zit een enorme computer waarmee je ook de stroom regelt voor de auto. Dus je kunt hem alle stroom eraf halen. Nu zit natuurlijk de stroom erop, de lampjes branden. We kunnen op de knop drukken, dan kunnen we de deur openen. We kunnen het stuur naar voren halen. Alle functies werken gewoon zoals dat hoort op het studiemodel om de auto te demonstreren. Ja, toen vroeg ik aan Peugeot, hebben jullie overwogen om er een cabriolet van te maken? Waarom hebben jullie überhaupt voor een coupé
gekozen. En toen zeiden ze van coupé is dynamiek, is sportiviteit. Wij willen laten zien dat autonoom rijden niet saai is. Dat je daar nog steeds lekker rijplezier mee kan beleven. En dat uit je in een auto die er sportief uitziet. Nog een voordeel om er een coupé van te maken. En dat is namelijk die lange portieren. Op het moment dat die portieren openstaan, kun je als publiek een heel breed blik werpen in de auto. Je kunt zien, en vooral in dit geval, want dat dashboard dat is heel futuristisch met één groot scherm. Dat stuur dat wegtrekt en de pedalen die naar achteren schuiven op het moment dat je op een knopje drukt van die autonoom rijdende functie. Kijk maar eens hoe ver dat ook de deur opent, zodat je heel goed in die auto kan kijken. Leuk hier trouwens, Peugeot, welkom on board. Helaas geen Sjoerds-Weetjes, dat is een optie. Maar kijk, hij opent onder een hoek van bijna 90 graden, zodat je erin kan kijken. Wat Peugeot zei, van we hebben hem expres op de autoshow van Parijs op een verhoging gezet met slechts aan twee kanten glas. De andere twee kanten helemaal niets. Mensen bleven juist daarachter, maar daardoor kon je wel heel goed naar de auto kijken. En dat is ook iets wat je juist met een conceptcar wil bereiken. Dat mensen jouw auto zien, fotograferen, op internet en social media gaan delen. Dus als het om het interieur gaat, had je dan natuurlijk ook een cabriolet kunnen kiezen. Maar ja, een cabriolet, Peugeot, heeft ze afgezworen. Er zitten er geen meer in het reguliere leveringsprogramma. Dus een cabriolet, dat vonden ze niet zo'n verstandige optie. Overigens, een coupé is ook niet leverbaar bij Peugeot op dit moment. Maar een coupé benadrukt juist die sportiviteit. En wat ik al zei, hè? Die naam E-Legend. Ik legde al de link met de E208. En ik zei al, er komt nog meer aan. Volgend jaar, eind 2020, komt er een hele snelle plug-in hybrid versie van de 508. 350 pk sterk. Je auto heeft twee elektromotoren, groot accupakket. En die 508 engineered bij Peugeot Spoor, dat wordt het nieuwe topmodel van Peugeot. Maar daar blijft het niet bij. Op basis van de elektrische 208 komt er ook nog een lekkere dynamische versie. Kijk, en dat is ook een boodschap die met dit model alvast tot uiting moet worden gebracht. Dat mensen op het moment dat ze denken aan Peugeot elektrische aandrijven, denken ze, oh ja, dat was die hele fraaie conceptcar. En dan sluit het aan bij wat er ook daadwerkelijk gaat komen. Nog een leuke gimmick, nu het toch bij dat wiel staat. Niet uniek, wel hartstikke leuk. Kijk, zelfcentrerend logo. Ja, die Peugeot E-Legend. Uiterst fraaie showstopper van de autoshow van Parijs. Inmiddels ligt die autoshow, drie kwart jaar achter ons. En de heren op de designafdeling van Peugeot, die zijn al bezig met het volgende project. Dan zeg ik het in enkelvoud. Maar ze werken aan meerdere projecten. Want niet alles haalt het, tussen aanhalingstekens, productiestadium. Niet al die creatieve ideeën van die designers en de marketingafdeling schopt het tot een waar model. Ja, ze zijn ermee bezig. Ze willen niet zeggen wat het wordt. Maar feit is dat wanneer die nieuwe conceptcar komt, het niet zo is dat deze gelijk in de schaduw staat van die andere auto. De levenscyclus van deze auto is beoogd op 3 jaar. Normaal is dat 2 jaar. In het geval van die E-Legend is dat 3 jaar. De auto vliegt de hele wereld over. Het zal binnenkort in Nederland te zien zijn op Concours d'Elegance Het Loo eind augustus. En alleen al omdat die auto zo positief is ontvangen. En na die 3 jaar, dan komt hij te staan in Peugeot's eigen museum.